Hoi, ik ben Manu. Vandaag gaan we het hebben over de goudkoorts van Klondike. Je hebt vast wel eens gehoord over Klondike en zijn goudkoorts. Van de stripverhalen van de Donald Duck. Of dat Lucky Luke daar tijdens zijn avonturen is geweest. Maar wat is de goudkoorts nou eigenlijk precies? Klondike is een regio in Yukon in Noordwest-Canada die rond het riviertje Klondike ligt. In 1896 werd daar door een paar goudzoekers veel goud gevonden. En dat nieuws bereikte heel snel de Verenigde Staten. Daardoor gingen duizenden mensen naar Klondike om goud te gaan zoeken. Daardoor steeg het inwonersaantal naar 35.000 mensen, waardoor er bijna zelfs een hongersnood dreigde. Goud is zeldzaam en mooi, maar waarom willen we het dan ook allemaal? We gaan naar een juwelier om hem te interviewen. Hoi, Julian. Manu. Goedemorgen. Hoi. Goedemorgen. Waarom vinden mensen goud heel erg mooi? Goud is een van de duurste edele metalen. We kunnen van goud eigenlijk alles maken wat iemand mooi vindt. Waar komt het goud van uw winkel vandaan? Uiteindelijk komt al het goud wat in een winkel ligt ergens uit de grond of uit recycling van oude materialen. Maar komt ook veel goud uit Klondike? Jazeker. Ik denk dat het nu ondertussen wat minder is, maar in het verleden was het in Amerika voornamelijk uit die regio. Ondanks alle ellende kwamen er nog tientallen goudzoekers naar Klondike. Het goud lag er niet voor het oprapen. Het lag tussen zand, grind en stenen. Dus je kon ze niet goed vinden. Maar de meest makkelijke en traditionele manier is panning en dat gaan wij nu doen. Hierbij gooide je een pan met schuin opstaande randen en een platte bodem vol met aarde en gesteente. Wat toevallig, hier ligt gewoon een pan. Vervolgens plukte je de grootste steen eruit, hield je de pan schuin in het water en bewoog je hem heen en weer. Zo ontstonden golven die het waardeloze gruis laagje voor laagje wegspoelden. Doordat het goud zwaarder is dan steen, zonk het naar de bodem van de pan en bleef het daar liggen terwijl de rest wegspoelde. Wat wordt gedaan met het goud als het gevonden wordt? Ja, nadat het goud gevonden wordt, gaan ze het wegen en de goudzoekers gaan het vervolgens verkopen. En dan worden er door de goudsmelterijen dit soort goudbaren van gemaakt. Een goudbaar is altijd dezelfde vorm en heeft altijd een soortgelijk gewicht, dus bijvoorbeeld een kilo. En die worden gestempeld, zodat iedereen over de hele wereld weet dat het goud ook goed is. Al het goud wordt gestempeld als 999,9% goud. En waarom niet 100% goud? Omdat je dat eigenlijk niet kan meten. Dus het is eigenlijk wel 100% goud. Zo moet je het zien. Maar het wordt altijd gestempeld als 999,9. Wat is het duurste hier wat van goud is in uw winkel? Kijk, hier zie je sowieso een heel aantal gouden producten. Waarvan bijvoorbeeld dit een zware gouden armband is met een waarde van €4.300. Dus het goud wat ze in Klondike uit de grond halen is 100% goud. En om er sieraden van te maken, wordt het versmolten met andere materialen, bijvoorbeeld zilver en koper. Maar het moet wel altijd ook edele materialen blijven. Maar waarom worden die dan versmolten? Om de kwaliteit van het sieraad te houden, want goud, zoals ze dat vonden in Klondike, is eigenlijk heel zacht. Dus door het zachte materiaal kan je het bijna buigen. En dan kan je het dus niet dragen als sieraad. Want als we het als sieraad maken en je draagt het een dag, dan valt het af. Of dan is het kapot. Nou, dat valt nog niet mee. Maar tijdens de Klondike goudkoorts was er nog een groter probleem. Bij de goudvelden zelf komen. De Klondike rivier lag achter 4 kilometer hoge bergen. Je moest van de douane moest je 900 kilo meenemen aan eten en drinken. Zodat je echt gewoon een jaar zonder hulp kon overleven. Mag ik zien hoe jullie sieraden maken? Je mag niet mee naar de werkplaats, want dat is eigenlijk geheim. Maar ik kan wel spulletjes pakken dat we het hier eventjes laten zien. Oké. Kijk. Ik heb hier een heel aantal spulletjes even meegenomen. Het goud wordt altijd eerst versmolten met de materialen. En vervolgens maken we daar dan een staafje van. En van dat staafje maak je een rondje. Dat buig je bij elkaar en soldeer je het bij elkaar. Vervolgens ga je schuren. Totdat je uiteindelijk het heel fijntjes voor elkaar hebt. En dan pak je
op de polijsmachine. En dat wordt dan hartstikke mooi glimmend. En dan wordt het uiteindelijk zo glimmend als de armband die we net hebben bekeken. Maar slijt je dan niet een beetje goud eraf? In principe met het schuren wel, maar met het polijsten niet. Want dat is maar een micron. En een micron is nog vele malen minder dan een millimeter. Dus dat zal je niet merken. Met dragen slijt je het meer af dan dat wij het behandelen. Is er ook eigenlijk echt een verschil tussen hoe het vroeger gedolven werd en nu? Jazeker. Tegenwoordig gebeurt er veel meer machinaal. Dus er worden in goudrijke gebieden worden de gronden afgegraven door machines. En dat wordt door hele grote filters gehaald. Waardoor ze het gesteente allemaal verpulveren en uiteindelijk het goud overhouden. Ook wordt het nog van de zeebodem afgehaald. Dan gaan de duikers onder water en die gaan met een hele grote stofzuiger gaan ze over de zeebodem en halen ze daar allemaal steentjes op. En daar zitten ook goudkorreltjes tussen. Maar zit er dan veel goud in de zee? Of is dat dan maar een heel klein beetje? In sommige goudrijke gebieden is het best wel veel. En het kan bijvoorbeeld in de buurt van de Amazone zijn of in de buurt van Alaska. Daar wordt veel naar goud gedoken. En is het goud al bijna op? Nou, zoals we nu weten, niet. Tot nu toe wordt er altijd nog goud gedolven. Dus altijd nog goud gevonden. Hoeveel er precies in de grond zit, weet niemand. Van wie is dat goud? Dit is goud wat wij inkopen. Omdat goud altijd een bepaalde waarde houdt, kan je ook altijd je oude sieraden weer inleveren. Dan krijg je daar geld voor. En wij smelten dat weer om. Uiteindelijk worden er weer nieuwe sieraden van gemaakt. Bedankt voor het interview. Ja, heel graag gedaan. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. De goudkorts van Klondike heeft uiteindelijk nog maar 3 jaar geduurd. Maar het was wel een van de grootste en beroemdste ter wereld. Jammer genoeg heb ik niks gevonden. Dus het is niet geslaagd.